Intro, intro, en het was Vlaams zijn we weer begunstig, of een entree. Mijn overleefd. Welkom in de nieuwe West-Vlaamse vlog. Ik sta nu met mijn gemak te kiezen naar het examencentrum. Want morgen ik heb mijn examen. En ik ga hier een keer kijken vanuit mijn afstand hoe dat er allemaal in elkaar zit. Want godverdek wil ik dat wel in één keer deuren zien. Hè. Dus deze vlog zal hier een beetje huilen over een auto-examen. En als ik deuren zie of als ik niet deuren zie, moet je wel nog allemaal zien. Ik kan het allemaal uitleggen in, de, in het verloop van dat filmpje hier. Godverdek, het is toch dat ik in één keer deuren ben. Weet. Nee, ik ga het nu vandaag doen. Want dan kan je een toertje door de stad van Roeselaar doen. Een keer Rumbeke, Isem, al de kanten. Van Roeselaar, ik ga er allemaal naar de deuren in. Dan ga ik hier parkeren, dan ga ik daar parkeren. Nou, ik ga proberen voor alles drip en rand te oefenen en te doen. Ik heb ook een boek mee dat ik heb gekregen. Met een beetje tips en tricks, kijk wel. Ja. En morgen heb ik eerst 2 uur lessen voordat ik mijn examen heb. En dan voordoen ik 2 uur lessen en toen in de nacht doen, hou vlak achter de noenen. Ik heb mijn examen. Non de jari eigenlijk. Kleine jongetjes worden grote gasten. Voilà, we zijn weer tussen. Alles is heel goed gegaan. Ik heb hier geparkeerd, ik heb daar geparkeerd. Dus ik ben hier dat ik gereed ben voor mijn examen. Ja, vanaf het eerst morgen nog 2 uur. Maar ik heb een probleem ontdekt. Een gigantisch probleem eigenlijk. Kijk, het nu al snackje in die auto. Ja, met dat hier 47 graden is buiten. Of ja, pak ik 32, dat zal ook wel gaan. Enfin, overdreven een beetje. Maar morgen moet ik toch nog eens een sluis aan doen, mok. Hey, als het niet goed komt, ik ga slecht komen dan een keer. Kan ik dan mijn hart in steken in die sluizen en dan kan ik het niet anders kunnen, ja. Ja, dus voordat je een examen begint, moet je ook een test afleggen. Hé. Dat is toch een filmpje dat je ziet, je zit in een auto, je ziet heel stand op tik en er gebeuren een paar fouten. Of, geen fouten, maar like, een fietser die van links komt of van rechts. Of, er gaan dingen gebeuren in dat filmpje. En toen moet ik zeggen wat dat er gebeurd is in dat filmpje. En dus blijkbaar kun je dat ook tussen de computer ook hebben gekeken in dat filmpje. En kan je dat hier gevonden, zeg ik. Oh ja. Maar we hebben er allemaal een keer moeten testen. Ja, godverdomme, ik kan er met klappen ook. Man. Het is zeer van de warmte, gasten. We steken toch op de warmte. Dus ja, je moet je toch zeggen wat je gezien hebt, wat er misgelopen is. En dat staat ook op punten. Oh ja, kan ik dat ook voor mijn best doen? Kan ik hier toch zo een keer oefenen en hopen dat we er deuren zijn, ja. Ja, als een keer gevonden dat het in elkaar zit, hé. Hoe verloopt de risicoreceptie? Oei. Risicoperceptietest. Man, die warmte, ik weet het ervan. Hè. Risicoperceptietest, als we noemen dat dus blijkbaar. Hè. De test bestaat uit 5 films, hè. Dus 5 filmpjes van plus minus 30 seconden. Na afloop van ieder filmpje krijgt u een vraag met 4 antwoordmogelijkheden. Waarbij meerdere, minimum 1, maximum 3 goede antwoorden mogelijk zijn. Dat is goed dat ik het weet dat er minimum 1 en maximum 3 zijn. Hè. De beoordeling houdt in. Voor ieder correct antwoord plus 1. Voor ieder fout antwoord min 1. Voor ieder correct antwoord dat niet aangevinkt wordt, 0. U moet minimum 6 op 10 halen voor te slagen. Ja, ik ga dan goed mijn best doen ook. Ik hoor het alweer. Ja, amai gasten, ik ben hier zeer een keer naar de ponies gelopen. Elaba! Hey! Ja, als je moet ondertekenen, kan je een keer de lucht afsteken dat je mee... Voilà, zeg, wat ik een beetje ziet. Maar als moeilijk het wel weten vindt, dat ben je nu te dunnen en te bliksemen vindt. Man. Maar het rent nog niet, hè. Dat is nog straks. Kijk, hopla. Heb je te zien? Haha. Dat is wel een goed idee voor mijn examen morgen. Zelfs zet ik er nog een serieuze dundervlaag. Hopla, weer. Movento. Ja, dat wordt hier een heftig nachtje. Ja, een heftig nachtje. Dat je hier stormen haasten. Ja, er weer stormen. Man. En dan ben je er enorm veel te waaien. Te waaien en zo. Echt in de verte te dunderen en ik weet niet hoe we een bliksems krijgen. Ik zei, man, dat moet in de vlog, ja. Het buitenkant het was spannend. Moet ik een keer haasten. Maar ja, dan ga ik dat hier ook weer niet kunnen filmen eerst. Ja, ik heb proberen te filmen, hè. Ja, pas op, hè, ponies. Zijn je er blauw van dunder en bliksemen? Nee? Ah, voilà, zeg. Hey, dat zijn een beetje stoere ponies, weet ik een keer, hè. Hopla. Maar ja, ze moeten wel passen. Ja, bla, eet te zien, hasten. Ja, wacht even maar een keer. Hopla, weer een. Hopla. Moment. Het gaat hier nog avonturen gebeuren. Hopla. Kijk. En een boom bent te waaien. En dan moet je nog een hele zotte bliksemskicht komen. Nee? Zo zot kan het eind zijn, toen. Zou een kronkelde boom komen naar beneden. Zou dat niet schitterend zijn.
Ah, roep maar bliksem. Woehoe. Komt er net niet van tip me. Hepla. Kan je er eigenlijk achter roepen dat er een bliksem bij? Ja, Sef, ik sta met mijn handen in de lucht, met mijn telefoon in mijn hand. Sef, zeker geëletrocuteerd. Hepla. Ja, Sef, zeker geëletrocuteerd, hè, gasten. Man, man, man. Ja, ik had eens, kan je er iets eerder in de teken geven, nee, dat je ook content zit. Allee. Tot morgen, ja, nog wel misschien dat ik nog een filmpje pak. Ik ga naar een tank met mijn auto. Maar dat moet we wel zien. En ja, we zijn het heel zitten voor ons examen, man. We zijn zeker goed voorbereid. Filmpjes bekeken, alles lezen wat ik al moet mee na dat examen. Na twee uur nest heb voorhand. Kan eigenlijk niet beter zijn. Ik zie het heel zitten. Ja, alleen maar toen naar de deur ben. Ja, ja, het is vandaag. We zullen er warm zijn voor te gaan tanken. Gisteravond heb ik al getankt. Ja, dat was er in één keer. Ik weet niet wat, een storm. Massa's veel wind, dunder, bliksem. En dan als hier een tent heb gekramd. Maar ja, Steffen zei, waaien ze heel veel de wippen. Met al die wind. Dus ik ga nu gaan tanken. En toen ga ik naar de rieschool even voor mijn examen. Oh, voor mijn lessen te doen. En toen vandaag te doen mijn examen. Wat moet je zeker niet vergeten als je een examen gaat? Heel belangrijk. Een pillen van jullie melk. Allee, gasten. Ik ga je er nu laten dat ik... Oh, dat ik op dit ben, hé. Ja, maar ja. Stel je waar ik ervoor neem dat ik nog te laten ben. Hé. Dat zal nog in een tour zijn. Allee, tot Steffen zei, gasten. Mijn lessen zijn enorm goed verlopen, dus we zijn er niet voor niks dat je aan het examencentrum zit, hé. Dat je kan zien, al de sluis staan. Allee, maar we gaan er hier aan beginnen, hé. Tot Steffens, ik had je er wel aan weten, ja. Voilà, zijn, we zijn weer ertussen geraakt. En ja, we zijn er deur, maar nog een slok van in het baken drinken, zeg, hopla. Ah, moest ik kunnen, ik trek hier een rommel en een slokje van in de maat, maar ja. Dat had niet idee, corona. Ah ja, maar ja, kijk, ik had dat examen afgeleid. Ja, het zat een vent nevers mee en een madame al achter, examinator, zo noemt dat, hé, ja. Ja, zes, hé, ik heb hier een draai, ik heb daar een draai, hier een parkeren, daar een straat keren. Oh, alles erop en eraan, we komen er alweer toe. En ze stapt zo uit en ze zie hun voort. Ik zeg, ja, lap, ik heb drie nu aan de hand. Nu hou ik toch een beetje te draaien en te wachten. En een keertje weer, voilà, ze zegt, ze proficiat, hij zit er deuren. Ik zei, motherdam, ik zei, dat is een pak van mijn hart, hè. Ja, zei ze, ja, hey, de voorwaarden helden wel nog van mijn hele terrein, totdat je ribus in je naam hebt. Ik zei, ja, meneer. En toen je ribus behoudt, zuste, en moet er nog wachten totdat je een kartje in je naam hebt. Man, 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 dat is eigenlijk niet te doen, hè. Wacht, wacht, wacht. Nu, ja, enfin, ik zit dan direct in mijn autosprong naar de status daarheen. En ja, daar heel een stad plek afgeven. Ik zei, ja, ik zei, wanneer gaat dat er eerst zijn? Ja, zegt hij, normaal gezien woensdag. Dus woensdag moet ik achter mijn echt ribus. En toen maakte de Nelle daar eindelijk af. En maak ook met mijn dagstrien gasten. Oh, ik kan me een beetje amuseren met toen. Overal gaan rondtoeren met een dags, met een auto. Maar ik moet het horen, mijn kind in het weekend dat ik een 10 tussen ben. Heel eruit op het uit. Ik mag het meepakken wie dat ik wil. Man, 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 man. Hallo, ik zie het heel zijn. Ik ga hem hier toch even een goed zetten, zeg. We gaan eerst nog een slok van de melk drinken. Ah, laat me toch even een goed zetten, zeg. En hoort u niet laten hoe dat allemaal verlopen is. Allee, tot zo bitte. Ja, ik ben eigenlijk enorm content dat ik voor eens gedeur ben. Nu mag ik rien, met wie en wanneer, dat ik ook maar willen. Ja, hoe is mijn examen eigenlijk verlopen? Dus ben ik naartoe gekomen, ja, handen ontsmetten, dit, dat. Achter de computer moet ik zitten voordat ik die risicoreceptietest te doen. Oh ja, kijk dat mijn beste voor me daarin. Moesten dat goed wel, want mocht te beginnen, heb de baan, ja. Kijk dat, ja, een beetje taal in de computer die filmpjes zien. Ze lezen dat dus gewoon naar voren, met zo'n koptelefoon. Dat is allemaal enorm goed verlopen. Toen in de auto getorken, ja, mocht eerst mijn spiegel zijn heel zat op de kop stellen. Toen ik in een tour gaan rien. Hier keer links, daar keer rechts, daar keer trompetten heb. Toen een keer keren in de straat. Nou ja, kan ik geen probleem mee, want het was zelfs nog een breestraat, ja. Kan een chance zijn. Toen ik hier in de parking heb, hier rechts vooruit parkeren, hup, poef. Dat was ook gelukt. Ben ik eigenlijk, ja, content van mijn rekunsten. En die madame was ook content, want zij heeft de deur geluiden. Ja, voilà, zei. Dat was het. Ik kan nu weer luiden en ja, kijk, hoor vrees, maar is heel zwaar op mijn achtergrond. Je is weer in vorm van dat, man, man, man. Je is ook content dat ik de deur ben voor mijn examen, basic. Allee, dat was hier de vlog, zei. Ja, mijn salarisbus van mijn dak zal er ook wel rap zijn, hoop ik. Het komt dus zeker weer een nieuwe vlog van met een dak, zei heel hetzelfde patiek. Wie weet komt er ook een vlog van met de PlayStation 2 of met de PlayStation 4. Maar het allemaal nog zien. Allee, tot de laatste keer. Ja, oh, oh, oh. Niet vergeten te liken, te abonneren. We kisten nogal. Oh, heel erg beter dat je moet doen dan ik zelf. Allee, salut gasten.